Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Upsend. Het is nog net ochtend. Die is hartstikke moe. Die krijgt nu lekker een fles en die gaat slapen. Liam die is nu al aan zijn middagdutje begonnen. En Jordi die gaat zo lekker naar bedje toe. Kijk even hoeveel die opdrinkt van de fles. En vanochtend hebben we bezoek gehad. Een vriendin van mij die is op visite gekomen voor kraamvisite nog. Wij zijn dat nu weer allemaal langzamerhand aan het oppakken. Want ja, ik kan het allemaal wel af blijven houden. Maar ik heb nog steeds heel veel kraamvisite niet gehad. Dus dan zijn we nu allemaal een beetje aan het oppakken en aan het vastzetten weer en zo. Dus Dus dat doen we nu langzamerhand. Gaan we dat nu weer allemaal een beetje doen. En die vriendin was nog niet op bezoek geweest. Dus ze kwam eventjes knuffelen met de kindjes. En was gezellig. Sommige dingen film ik ook gewoon niet. Zoals bijvoorbeeld zaterdag toen familie kwam. En gisteren toen wij bij familie op bezoek gingen. En bijvoorbeeld vanochtend. Sommige dingen zijn gewoon... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet van privé. Ik laat heel veel zien natuurlijk. En ik laat natuurlijk weten dat er bezoek komt. Maar ja, sommige mensen willen of willen niet op YouTube. Of ik vraag het gewoon niet eens. Omdat ik gewoon van mening ben dat dat zijn gewoon echt privé dingetjes. Mijn opa en oma breng ik ook niet in de vlog. Want dat zijn mensen die wat ouder zijn. En dat vind ik gewoon niet kunnen. En dat is gewoon eigenlijk een beetje een mening die ik heb. Ik kies ervoor om op YouTube te staan met mijn gezin. Dat wil niet zeggen dat ik dat een ander ook ga vragen of verplichten. Maar ik kan natuurlijk wel de cadeautjes laten zien enzovoorts. Alles gebeurt in overleg natuurlijk wie er bij mij op de vlog komt. Zoals bijvoorbeeld Bianca en Manuel hebben er absoluut geen problemen mee. Nou, die film ik dan dus wel. Maar ik ga gewoon niet iedereen op een vlog zetten. Omdat ik ook gewoon vind dat... Ja, het staat altijd op internet. En ik wil gewoon niet dat mensen daar... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Zich verplicht voelen om daarin te moeten verschijnen. Of wat dan ook. Je bent ontwaakt. Ja. Je bent ontwaakt. Dan heb je ook honger, hè? Ja, mama heeft jouw flesje al gemaakt. Ja. Jordi is ook al wakker. Die staat eventjes Boomba te kijken, want die had buikpijn. En nou kan die mooi eventjes zijn poep kwijt. Klinkt misschien heel vies, maar zo is het wel. En jou gaan we nou eventjes je broek doen en een lekker flesje geven. Ja. Niels is thuis. En Liam heeft zijn fles op. Wij hebben gegeten. Jordi heeft zijn eten op. Ja, dus we hebben het weer helemaal geregeld. Dadelijk gaan Jordi en Liam nog eventjes badderen. En dan zijn we weer schoon, hè. Jordi zit hier op Boomba te kijken. Die heeft dadelijk ook nog iets. We hebben een pakketje binnengekregen voor Liam en voor Jordi. Mijn neef en zijn gezin. Die hebben het opgestuurd. Die hebben dit opgestuurd. En daar hadden we een kaartje bij. Deze is voor Liam en ik heb ook een cadeautje voor Jordi. Die doe ik zo met Jordi uitpakken. En deze gaan we even voorlezen, het kaartje. Ik zit Joef zo om een beetje aandacht te geven, want die wil er ook bij. Ja. Lieve Liam, wat fijn dat je onze familie bent komen versterken. Geniet van je pakje. Tuurlijk hebben we ook aan je grote broer gedacht. We zien jullie snel. Hartje, oom Lodi, tante Evelien en neef Xavier. Ben benieuwd. Ja, gaan we uitpakken. Ja, cadeautie. Gaan we uitpakken. Het zal toch niet? Mijn neef en zijn zoontje zijn helemaal gek van Barcelona, toch? Ja. Ja, Barcelona. Ja. In ieder geval, die zijn helemaal gek van voetbal. En die hebben een
pakje. Oh, met de naam ook. En 25 is de dag dat hij geboren is. Oh ja, dat had ik nog niet eens door. Mm-hmm. Dat is wel leuk. Echt leuk. Een pakje. Oh, die is echt leuk. Oh, en sokken erbij. Oh, die is wel heel leuk. Die is echt leuk. Die is echt leuk. Duurt nog heel even voordat hij het aan kan, maar ik vind hem echt, echt leuk. Hij is echt leuk. Kijk, dan kun je ook bij FC Barcelona gaan voetballen. Ja, dan kan je dat ook doen. Ja, dat is leuk. En dan gaan we nu even het cadeautje voor Jordi doen. Hey Jordi, je hebt een cadeautje. Kijk, je hebt een cadeautje. Wil je uitpakken? Jawel, even uitpakken. Hier, pak hem maar vast. Pak hem maar vast. Doe maar pakken. Doe maar pakken. Oh, kijk eens. Is het mooi? Is het mooi? Wauw, super mooi Jordi. Je hebt ook een voetbalpakje. Ook van FC Barcelona. Wauw! Daar nummer 5 op staan. Dan gaan we controleren. Kijk! Wauw! Ook met een broekje! Super mooi! Super mooi! Ja! En zijn naam zelfs helemaal goed. Ja, super! Oh, die is leuk! Ja, we vinden hem leuk. Super leuk! Wij vinden het leuk. Ik was Jordi aan het douchen. En toen had hij het geniale plan om even bovenop mij te klimmen. En mij helemaal nat te maken. Klinkt viezer dan dat het is. Maar ik moest mij dus omkleden. En nou is... Deze toeter komt aan de beurt. Dan ga jij lekker badje in. Ja, dan ga jij badje in, hè. Ja. Ik ga mama even voor jou een badje maken. Ja, ga jij lekker bad in? Ga jij lekker het badje in? Ja? Gaan we dat voor jou regelen, jongen? Ja. Gaan wij dat even voor jou regelen? Ja, maar niet zoals Jordi, hè? Mijn nat spetter. Ik kan me weer omkleden. Ja. Mama blijft er eigenlijk omkleden met jullie. Kleine tutter komt. Oeh, laat je zien hoe goed jij kan tutteren. Inmiddels is deze vent in bad geweest. Ja, ben je weer helemaal fris? Frips en fruitig. Lekker frips aan de bips. Ja. Lekker ingesmeerd. Met crampjes. Ik heb weer lekker een Zwitser babytje. Lekker snuffelen. Maar het verwennen is dus nog niet klaar. Want Niels heeft dus ook nog eens een cadeau van zijn werk gekregen. Niels werkt bij de Volkswagen. En Liam is weer verwend. Mag papa vertellen wat hij gekregen heeft? Want mama heeft de ballen verstand ervan, hè? Staat achterop. Het is in ieder geval een Volkswagen. Het is een Beetle, een kever. Jippie! Dus daar hebben we die ook gelijk. Die komt bij Liam tijdelijk even op zijn kamer te staan, totdat hij groot genoeg is daarvoor. Maar heb ik toch ook een verwend nest ook, hè. Maar die boven nou in bed ligt, die is ook goed verwend. Thank you.
Een hele goede morgen. Normaal staat er op dinsdagochtend altijd fysio op het programma. Maar die kan helaas nu niet doorgaan. Jordi is snotterend wakker geworden. Hij is niet ziek of wat dan ook. Hij is gewoon aan het snotteren. En dat is helemaal niet erg. En toen corona er nog niet was, had ik ook gewoon gezegd van, nou ja, hij is alleen aan het snotteren. Hij kan gewoon naar fysio. Maar nu zijn de richtlijnen natuurlijk anders. En heb ik fysio moeten afzeggen. Helaas. Dus we wachten eventjes gewoon volgende week af. En waarschijnlijk kan hij dan wel gewoon weer gaan. Maar ja, elk kind snot het nu weer. Want ja, iedereen, alle kinderen komen weer bij elkaar en alles. Dus ja, alles snotten natuurlijk. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook prima. In dit geval mag Jordi dus niet naar fysio. Helaas. Ik moet daar nog wel eventjes naar de winkel. Maar ja, hij niest verder niet of zo. Hij heeft alleen wat snot. Wat meer snot als normaal. Hij heeft altijd wel snot hoor, maar nu is het iets meer als normaal. Hij is ook verder niet ziek, heeft geen koorts. Heb ik ook allemaal gecontroleerd. Maar ja, de verkoudheid zit er ook in. Alleen nu met het hele corona verhaal is het gewoon eventjes anders. Ik ben heel even snel naar de winkel geweest. Gezorgd dat ik spullen in huis heb, zodat ik de komende dagen niet meer weg hoef. Ik moest even kijken wat Joef aan het uitvreten was. Jordi ligt te slapen. Hier ligt er ook eentje te pitten. Hij ligt lekker op zijn buikje. Ik hoor hem ook ademen en alles. En ik, als hij draait, kijk ik ook gelijk wat hij aan het doen is. Ik lig heel eventjes op de bank. Ik ben gewoon moe. Maar ik slaap de laatste paar dagen ook niet zo lekker. Ik weet niet waarom dat is. Ik denk dat dat komt omdat ik gewoon iets meer pijn heb. Vanwege het weer ook. Het is vochtig en alles. Maar ja, dat is gewoon zoals het is. Daar kun je niks aan doen. Dus dan moet ik het gewoon allemaal eventjes een tandje lager doen. Zolang ik de kinderen maar gewoon de goede zorg kan geven. En een beetje huishouden kan doen. Dan vind ik het eigenlijk altijd wel al prima. Maar goed, ik ga nog heel eventjes op de bank liggen. Zo dadelijk zullen er wel twee kinderen tegelijk wakker worden. Want Liam zal zo zijn flesje willen. En Jordi zal zo wel wakker worden. Maar ik ga nog heel even genieten van de rust. Al denk ik dat die zo wel voorbij is. Nou, de rust was van korte duur. Nog geen minuut of vijf later, toen was hier iemand wakker. Toen was hij helemaal boos. Ja. Toen was je helemaal boos. Ja. We hebben net lekker gegeten. Liam heeft zijn flesje al op. Nou, Jordi. Dan gaat hij lekker naar bed. Ja, en we hebben Luuf gesmeerd. Zijn neusje helemaal schoongemaakt. We hebben alles gedaan om zijn verkoudheid makkelijk te krijgen. En hij heeft geen koorts. Ja, hij heeft geen koorts. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nee, hij heeft geen koorts. Alles gaat gewoon verder goed. Hij is gewoon snotterig. En ja, voor de mensen die dadelijk zullen zeggen, corona, het is echt geen corona. Dit is gewoon een simpele verkoudheid. De kindjes liggen lekker te slapen. En dat gaan wij nu proberen. Ja, ik hoop dat jullie lekker slaapt. Hij was net wel flink aan draaien en aan doen. We gaan ook deze ups en downs afsluiten.
Dank voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.